In het huis van Katoen is altijd wat te doen. Bakker, ondernemer, maar ook sponsor. Dus drie belangrijke dingen die wij nodig hebben om de activiteiten in het huis van Katoen nu voor te zetten. Corona poer. Nou, bij deze, dit is de stoere beschuit, scheepsbeschuit, zelf gemaakt. Ik hoop dat je lekker van eet. Ik heb nog twee andere cadeautjes. Oké, okay. Ja, dankjewel. Nou, eigenlijk, Koen die kwam bij mij heel enthousiast over, ja, kun je niet iets maken voor de haven, voor het water terug in Almelo? Iets van een scheepsbeschuit. Nou, en eigenlijk al pratende en denkende van, ja, wat gaan we daarmee doen? Nou, kreeg ik een idee en eigenlijk een scheepsbeschuit 2.0. Doordat eigenlijk scheepsbeschuit normaal is van witte bloem en heel erg hard en ontzettend hard en droog. Nou, dat wil men niet. En wij hebben gekozen voor een meer granen melange. En daar hebben wij een soort beschuit van gemaakt. En wat dunner. Ja, en dat is eigenlijk wel heel goed gelukt. Leuk bedacht. Het ging eigenlijk vanzelf. En dat hebben we vandaag geïntroduceerd. Nou, als je een stad hebt met water, dan hoort er natuurlijk iets bij zo'n product, hè? 3 jaar geleden was alles nog in de pen, dat ze met die haven bezig waren. En toen had ik al zoiets van, dan moet eigenlijk Almelo zijn scheepsbeschuit. Dus het grootste beschuitbedrijf van Nederland heb ik benaderd en meerdere malen. Maar die gingen niet meedoen, die vonden het maar helemaal niks. En scheepsbeschuit smaakt niet. Dus dat werd niks en dat heeft eigenlijk al een hele tijd gespeeld. En nu zijn we zover dat we varen met gasten. Dus ik heb Jan Detert benaderd en de volgende dag had ik mijn pakje scheepsbeschuit al in huis liggen. Dus heel enthousiast mee bezig gegaan en we hebben hem net kunnen proeven. Geweldig, leuk Almelo's product. Verrijking denk ik voor heel wat vitrines in winkels. Dus. Hoeveel generaties kent Almelo van bakker Detert? Ja, ik ben de derde generatie, dus mijn opa die heeft meegemaakt dat de Almeloze water dat volop in de stad was. Nou, mijn moeder kon altijd vertellen toen ze in Almelo kwam na de oorlog, van dat het water dat het wegging en dat het allemaal gedempt werd. En nu ben ik de derde generatie en ik mag meemaken dat het water weer terug is in Almelo. En daarom vond ik het ook heel erg leuk om de bram mee te doen en het huis van Katoen en Nu om dat te kunnen supporten met een nieuw product en een activiteit en het beschuitje varen van Koen. Dus het is echt een win-win situatie. Zeker, we gaan een beschuitje varen. Dus naar aanleiding van deze beschuit hebben we ons arrangementje aangepast. En we gaan dus echt beschuitje varen in Almelo de aankomende maanden. Juli en augustus, dus iedereen is welkom. Goed, dan kan je even op die